Het kerkje van Oudwoude in Friesland is een laatgotische eenbeukige kerk uit de 15e eeuw. De kerk werd gebouwd met materiaal afkomstig van de vorige bakstenen kerk. Aan de westkant laat de vlakke muur zien dat er een toren mist die rond 1690 was afgebroken. Het gebouw is een rijksmonument. In 1880 kreeg de kerk een nieuwe geveltoren. Bij de ingang is een herdenkingssteen aangebracht voor Jan Binnes, een aanvoerder van het Kolhumer oproer. De kerk van Oudwoude was de slotkerk van de families die het slot Vogelzangstaten in Veenklooster bewoonden.